Ja, het is weer vrijdag, dus tijd voor een heerlijk nieuw recept. En we hebben weer Jeannette in ons midden. Jeannette, verblijd ons met weer een mooi recept. Wat gaan we doen? Ja, wat gaan we doen? We gaan een tosti maken. Maar het is eigenlijk een beetje een leftover tosti. We hebben allemaal wel eens wat restjes in de koelkast. En dit hebben we eigenlijk vaak wel in huis. Dus het wordt een pan tosti, gebakken in de pan. Met mooi brood. Met een restje zalm. Gerookt in dit geval, maar... Blijf kijken. Oh, het is de teaser. Ja. Nou, wat gaan we doen? Wij gaan een pantosti maken. Precies. Dus in de skillet, lekker warm, brood. Gaan we beleggen met geitenkaas met een beetje mierikswortel en citroensap. Dan komt daar die grote zalm overheen. Heerlijk. En dan gaan we dat bakken in veel roomboter. Want roomboter maakt alles lekker. Precies. Hoppakee. Dus we gaan aan de slag. Wat gaan we doen? Stap 1. Kan ik de barbecue aanzetten? Ja, graag de sizzle zone. De sizzle zone. Mag lekker warm. Gaan die we doen. Skillet en die pan moet gewoon goed heet zijn. Gloeiend heet. Ga jij maar brood snijden. Dikke plakken, alsjeblieft. Dikke plakken. Wat is dik? Twee vingers dik, zo? Nee, zo. 1,5 centimeter. 1,5 vier. Want dan ga ik ondertussen die geitenkaas met wat mierikswortel mengen. Ja. En een beetje citroensap. Heel klein beetje, een theelepeltje. Zorg voor een lekker pitje. Ja, heerlijk. Bij het ziltige. Oh, en dat prakken we. Want dat is onze kaas voor de tosti. Oké, dus je moet niet een te oude kaas. Nee, je moet wel een jonge geitenkaas. Je kunt ook lekker die smeuïge nemen. Ja. Het is ook een beetje wat je lekker vindt, hè, natuurlijk. Ja. Nog een beetje citroensap voor een zuurtje. Dus dan zout of peper? Of, Nou, ik denk dat omdat we nu grote zalm hebben, dat het niet nodig is. Maar heb je gewoon verse zalm. Die je over hebt omdat je die gemaakt hebt, dan kun je dat wel doen. Precies. Dat is naar eigen smaak. Ja. De tosti. Ja. Ik zet even de pan op vuur. Ja, dat is goed. Want dat had ik nog niet gedaan. Nee. Je mag eerst weer even checken met een scheutje olie. Oké. En dan doen we straks de roomboter erin, want anders dan weten we hoe warm de pan is. Precies. De geitenkaas. Nou, dat ziet er al mooi uit. Ja. Stel voor dat je geitenkaas echt niet lekker vindt. Roomkaas. Ja, gewoon lekker roomkaas erop. Ja hoor. Mooi. Het is wel een lekkere dikke tosti, hè? Ja, dat is rustiek. Vulling. Hè? Oh, dikke vulling. Ja, we willen het wel allemaal weer een beetje terugproeven. Moet wel rijkelijk zijn. Juist. Beetje bieslook. Spinazie, verse spinazie. Ja, die mag je op eentje beleggen. Gewoon niet te dik, maar gewoon een beetje... Stiltje straf. Ja. Dakpansgewijs. Het is voor de smaak. Ja, is toch mooi zo. Hier de dunne tomaatjes. Dan brokkelen we nog even, want het moet natuurlijk aan elkaar gaan plakken. Doe! Ja. Ja, en dan komt nu de huptruc. Huptruc. Ja, die ging toch best goed. Die ging best goed, maar we proppen het er gewoon weer tussen. Die? Ja. En nu besmeren we de buitenkant met wat roomboter. Roomboter. Oh, dat is wel flink ook. Ja, we willen... Moet ook lekker zijn. Hè? Dat die lekker goudbruin wordt, hè? Golden brown. Golden brown. Maar het pannetje wordt al heet. Het pannetje heet, mag er een heel klein beetje olie erin. Petit peu. Oké, laat het even warm worden. Lekker boter erop gesmeerd. Dus even kijken of die niet te hard staat. Nee, ik heb hem laag gezet. Ja, dankjewel. Anders verbrandt het natuurlijk weer per direct. Want dat is zo'n sessorzoon wordt natuurlijk enorm heet. En dan gaat hij erin. Hoor eens. Zo klinkt het goed, hè? En dan hebben we nog een truc, want wij hebben ook nog een pers, want we willen natuurlijk dat die vulling ook een beetje heet wordt. Nou, dus precies. We zetten even een beetje... Wat gewicht erop. Oké. En dan laten we hem rustig eventjes Nou, een beetje aanbakken. Precies.
misschien belangrijker, dat pas op, als je dit doet met een skilletgietijzeren pan, het handvat wordt overwarm. Dus vergeet niet in al je enthousiasme, denk ik, ik moet hem omdraaien. Pak hem vast, dat vergeet je nooit meer. Het is heet. Voorzichtig. Ja? Ja. Eens even kijken hoe het gaat. Het ruikt goed. Kijk nou hoe mooi. Ziet er goed uit. Die er weer op. Beetje aandrukken. Precies, daar gaat het. En dan wachten we het weer af. Nou, een salade. Ja, want we hebben natuurlijk wat over, want we hebben nu wat tosti's gemaakt. Maar precies. Ja, ik vind het altijd zonde van verspilling. Dus ik dacht van, we doen even nog van die spinazie. Ja. Even lekker... Ik zal die dingen er even afhalen. Ja, als je wilt doen, heel graag. Dan snij ik alvast even wat tomaatjes. Ja. Dit is echt je leftovers opmaken, hè? Ja, lekker toch? Ja. Spinazie. Ja, we hebben natuurlijk die kaas over. Ja. Lekker die geitenkaas erop. Lekker... En doe je dan ook hier nog zalm bij op dat dan weer niet? Ik denk wel een beetje. Ja. Ik mag ze niet aflikken, hè, die vingers in beeld. Nee, dat gaan ze later. Ja, dat willen we niet. Nee. Wij werken heel netjes. Precies. Nou, zie, een beetje zalm. Ja, nou, ik vind het wel mooi. Een dressingje gaan we ook nog bij maken. Nou, we hadden natuurlijk die citroen. Oh ja. Dus kijk. Ja, je moet het af en toe niet moeilijker maken dan het is, hè? Nee, less is more. Een heel beetje, een klein beetje olie. Heerlijk, je zal maar geserveerd krijgen zo, hè? Nou ja, golden brown, hè? Golden brown and delicious. Ja, precies. Ja, mooi. Dat gaan we nu proeven. Ja, heerlijk. Ik denk dat hij er klaar voor is. Zo, barbecue uit. Dat scheelt weer in het gas. Kijk toch eens. Nice. Kijk eens. Ja. Spannend altijd, hè, dit? Ja, leuk, hè? Ook met verlades en dat soort dingen. Het doorsnijden is het moment. Supreem. Ja. Kijk eens. Ah, mooi, hè? Tadaa. Nou, als dat niet tasty is, dan weet ik het ook niet meer. En dat met die salade zo een beetje erbij. Heerlijk. Hier hebben we hem. De pantosti. De pantosti van... leftovers. Precies. Dus nou, Jeanette, het ziet er heerlijk uit. Wat dat betreft, mooi lekker die salade bij een tosti. Ja, toch? Ja. Hier, een mooie lunch. Gezonde lunch. Ja, gezonde lunch. Nou, lekker. Ja. Wij gaan zo lekker aan de lunch. En nou, als jullie ook aan de lunch willen op die manier, moet je even beneden kijken. Daar vind je de receptuur. Wil je dan weten hoe je dat kan bereiden op de Napoleon Barbecue? Of als je meer over de barbecue wil weten, kijk even op napoleon.com. Precies. En daar vind je alles over de Silverstone en alle andere mogelijkheden van de Phantom die we hier hebben staan en ook alle andere modellen. Veel plezier met rondsnuffelen op de website. Wij gaan lekker snuffelen aan de tosti. Eet smakelijk. Precies, tot de volgende.